Happy Women's Day. Liefde voor elkaar. En vandaar dat ik vandaag hier ben gekomen speciaal om andere vrouwen te ontmoeten. Om elkaar te poweren. Elkaar kracht te geven. Wij gaan door. Wij strijden voor. Vechten voor onze rechten. Dit jaar is 100 jaar sinds Internationale Vrouwendag is begonnen. 100 jaar geleden, Clara Zetkin heeft voorgesteld om Internationale Vrouwendag te vieren altijd op 8 maart. En dus sinds 1911 het is begonnen. Dat is de dag wanneer vrouwen zich organiseren, mobiliseren en proberen alles ondernemen om voor hun rechten te strijden. 100 jaar lang organiseren vrouwen zich om op straat te gaan en laten zien zichzelf. We kunnen iets samen doen. We hebben nog niet alle rechten. We hebben nog lange weg te gaan. En vandaag in Amsterdam hebben we dat ook gedaan. Verschillende organisaties, vrouwenorganisaties, organisaties voor de rechten strijden, voor mannen en voor vrouwen, kwamen vandaag op de Dam. Met spandoeken, fakkels, in een lange demonstratieve tocht zijn we door het hele centrum heen gegaan naar Waterlooplein. En in het Mozeshuis hebben we vandaag manifestatie gehouden met speeches van vertegenwoordigers van verschillende vrouwenorganisaties. Ja, wij soldaten vrouwen en zie dat wij niet bang zijn met onze scherpe tongen, met onze scherpe tongen. Ja, hier zijn dan de vrouwen. En zie dat wij niet bang zijn, met onze scherpe tongen kunnen de wereld aan. De vrouw heeft zo weinig aandacht, dus gelukkig dat wij nog tenminste een vrouwendag hebben. Het feit dat het echt 100 jaar aandacht heeft gegeven en toch eigenlijk heel weinig ontwikkeling is. Nog steeds is het zo dat vrouwen gemiddeld 10% minder verdienen dan in dezelfde baan de man krijgt. En nog steeds is het zo dat vrouwen moeilijkheden hebben als ze kinderen hebben om te zorgen dat die ook in die crèche opgevangen worden. Kana Maria, Tani Kana Moaya Kuti, Susulong Tayo, O Maria, Tina Mutasel Papandeli, Kana Maria, Tani Kana Moaya Kuti, Susulong Tayo, O Maria, Tina Mutasel Papandeli. Religie, aan mijn kant gaat het wel eenzaam en dat is juist gelijkheid en vrijheid van alle mensen en alle mensen vallen dus ook vrouwen bij. Mensen moeten opstaan, kinderen moeten opstaan, er worden heel veel kinderen misbruikt, weet je, het is niet ze worden misbruikt en ze zijn gewoon de zwakkeren en daarvoor moeten we opkomen. Kijk maar als naar kinderen die denken van, oh ja, er is geld, er is dit, ze bieden me geld aan. Nee, dat is niet alles. Laten we vechten voor vrede. Daar is mijn doel. Dat is mijn streven, dat is mijn doel. Ja, ik hoop dat we hebben een andere wereld dat we kunnen maken. Is het mogelijk dat een wereld zonder geweld, zonder oorlog, zonder discriminatie, zonder fascist en voor gelijkheid en gelijkheid voor alle vrouwen en alle mensen in de hele wereld? Ik vind dat soort dingen nodig. Jammer genoeg nodig om, wil je gelijke rechten krijgen en dan moet je dan iets mee doen als vrouw dus. Het komt niet vanzelf en dat zie je ook in, overal in de wereld, dat de vrouw ook meedoen voor gelijke rechten krijgen dus. Niet voor zichzelf, maar ook voor de hele, voor de samenleving. Voor hun kinderen, voor de samenleving, dat ze er ook zijn. Dus daar geloof ik ook in dus. Het is
is niet onze zaak, maar dat is zaak van de hele maatschappij. Kijk eens om je heen. Geef elkaar een hand. Je bent niet alleen. Want we moeten samen denken. Samen werken. Samen spelen. Ook al ben je nog zo klein. Samenwerken is pas fijn. En laten we werken voor de goede dingen. Dat is mijn boodschap wat ik aan iedereen wil geven, aan alle vrouwen. First of all, to become aware of the situation of the Filipino women and all the other women in the world. And through, of course, reading and joining public forums and that sort of things, and to join. Most importantly, of course, is to join, to become part of these activities and to become to be involved in this kind of struggle. Wij als het Westen, dus ik ben ook als een Hollander, kunnen tenminste dat als een eis opleggen. Van kijk even naar jouw human rights in jouw land voordat jij zomaar met ons handelt. Dus niet zomaar vrij van oh, winst voor ons, dan gewoon handelen zonder te kijken naar al deze punten die eigenlijk hier heel veel kan betekenen als je alleen maar iets oplegt. Angsten te verslaan. Ben je moe, voel je je klein. Weet hoe sterk je zelf kunt zijn. In je hart maak je je vrij. Want die held ben ik of jij. Want die held ben ik of jij. We koppelen elkaar, we wisselen de ervaring uit en we gaan door. Het is niet alleen maar één dag, maar dat is de dag wanneer we met gevolgen. Dus vrouwen gaan nu wat meer van zichzelf laten horen. Het is eigenlijk elke dag een vrouwendag, daarom tenminste één dag herdenken. Indirect is het eigenlijk al elke dag, want zonder vrouw eigenlijk, zoals je ziet... Het is een steunpilaar van de wereld. Het is dus eigenlijk elke dag al, zelfs moederschap, zelfs alles is eigenlijk ondersteund op een sterke vrouwendag. Don't give up the fight. Get up, stand up. Get up, stand up. No woman.